En als ik wil werken, zegt de staat, nou pik, doe jij dat maar lekker niet. Blijf jij maar gewoon lekker thuis, ook al heb ik geen huis. En ga jij maar lekker leven van je uitkering. Ik krijg godverkanker 400 euro in de maand. Wat moet ik daar nou van doen? Hoi Valentino, we staan hier in het mooie Den Haag. Wij hebben contact met elkaar gekregen omdat jij viral bent gegaan op TikTok. Jij bent namelijk, je komt over als een hele vrolijke, vlotte Hagenees. Een echte Hagenees. Maar jij bent ook dakloos en al best wel een tijdje. Vertel even, wat is jouw verhaal? Nou, mijn verhaal is eigenlijk heel simpel dat ik al meer dan 12 jaar lang woonwagend en woningzoekende ben. En jij staat al 12 jaar overal ingeschreven, maar het lukt jou niet om een huis te vinden. Het lukt me tot op de dag van vandaag niet. En ik word er helemaal kankergek van. Serieus. Ja. Weet je wat het is? Ik ben 30 jaar. En dan moet je maar als een kneus, moet je heel de tijd maar al mensen gaan lopen vragen. Kan ik bij jou slapen? Of je moet even weer naar het leger, de cels. Nou, dat heb ik een paar jaar geleden heb ik dat helemaal afgeschreven. Ik zeg je heel eerlijk. Ik zie er misschien niet zo uit, maar ik probeer er altijd lekker netjes uit te zien. Ik heb ook een beetje smetvrees, dus ik ga niet tussen die zwervers in liggen. Af en toe hier en daar ergens bij iemand slapen. Af en toe een keer een mokkertje strikken in het café. En daar dan slapen. Ja, het is niet anders. Ik heb super, super zware ADHD. Dus met een jaar of 5, 6 geleden heb de staat tegen mij ook gezegd dat ik niet meer mag werken. Wat doet het met je eigenwaarde? Dat je geen huis hebt, dat je geen werk hebt? Die heb ik niet. Welke waarde heb ik nog als ik als 30-jarige overal alles om moet lopen smeken? Daar word ik gewoon helemaal kankergek van. Dat is niet te doen, joh. Ik sta hier af en toe als een Mogol, sta ik iedereen een beetje tot last. Maar ja, wat moet ik anders? Ik had graag willen werken, maar het gaat niet. En als ik wil werken, zegt de staat, nou pik, doe jij dat maar lekker niet. Blijf jij maar gewoon lekker thuis, ook al heb ik geen huis. En ga jij maar lekker leven van je uitkering. Ik krijg godverkanker 400 euro in de maand. Wat moet ik daar nou van doen? En nou hoop ik dat onze Wilders graag premier wordt. Ik ben ook sinds een maand of 2, 3 ben ik nou ook officieel neonazi. Wat dan? Ja, gewoon heel simpel. Omdat ik wil dat al die vluchtelingen ook hier weggaan. Okay. Heel simpel. Ze hebben er zelf voor gezorgd dat ik nou zo ben. Ja. En dat is dan niet dat ik echt racistisch ben. Maar ik geloof wel in de ideologie van Adolf Hitler. Op dit moment ben ik bij het NH Hotel in Kijkduin. Daar zijn op dit moment 150 vluchtelingen gebracht. Omdat Ter Apel vol zit. Ik heb geen slaapplek kunnen krijgen vanavond. En aangezien hier nou wat vluchtelingen zijn, denk ik dat ik hier ook wel kan komen, toch? Gratis. Ja. Hoezo niet? Omdat je gewoon kan betalen. Ik kan dit niet betalen. Hetzelfde als die mensen. Dus ik dacht, misschien kan ik nou ook hier blijven. Sorry. Die avond kreeg ik maar moeilijk ergens een slaapplekje te vinden. Eén mokkel die was een beetje zat van me. Die zegt, ja, je gebruikt me alleen maar voor je huis. Heb ze dan ook wel een beetje gelijk in. Maar wat moet ik anders? Maar goed, dus ik dacht bij mij van, nou weet je wat ik dan doe? Als ze daar eenmaal terecht kennen, dan ga ik het ook gewoon vragen. Ja. Waarom hun wel, waarom ik niet? Ja. Toch? Goeie vraag. We zijn hier in de Piet Heijnstraat in Den Haag. Jouw mooie straat. Mooie straat, hè? Ja, voel je je ook een echte Hagenees? Ja. Op de tweede plek echte Hagenees. Ik ben natuurlijk een ras-echte zigeuner. Maar op de tweede plek ben ik een echte Hagenees. En als ik hier de straat inloop ook, iedereen, of ze vinden me lastig, ik heb geen idee. Maar ze zeggen me graag gedag. En nou, ik kan hier altijd lekker een bakje koffie krijgen. Als ik aan het einde van de maand moeilijk nog wat geld heb, kan ik bij de supermarkt wat eten en drinken krijgen. Hartstikke aardig. En ja, daarom hang ik hier ook heel graag. Ja. Nou, en dan hoop ook dat ik misschien een keer een rijke vrouw hier tegenkom. Want er ook wonen alleen maar rijke mensen. Je bent een soort golddigger. Nou, niet golddigger, maar als dat misschien mijn enigste optie is, dat ik misschien een oude rijke weduwe tegenkom. Ja, precies. Ja. Dat is 1 plus 1 is 2. Ja, laten we eerlijk zijn, maar hoe moet ik het anders doen? Ik heb tot nu toe nog steeds geen huis. Nee. Zo. Nou, Valentino. Lekker bakkie. Oh. Proost. Cheers. Heerlijk, man. De meeste mensen hebben een bepaald beeld in hun hoofd van zwervers. Ja. Die zijn drugsverslaafd, die hebben psychische problemen. Wat klopt daarvan bij jou? Ja, psychische problemen, die heb ik wel. Ik denk mijn ADHD en zo, dat is wel flink psychisch, want als ik een voorbeeld geef, ik heb een uur geleden stond ik nog even net tegen iemand te schreeuwen. Omdat hij zijn hond daar op dat schaat liet schijten. Ja, dat vind ik wel psychisch. En qua drugs, nee. Ja, ik rook s'avonds lekker een bapie. Lekker een blootje roken. Ja. Snuiven en dat soort dingen, dat laat ik lekker aan de junker over. En ja, zie ik er zelf uit als een zwerver? Vind ik niet. Ik ga 1 keer in de week ga ik lekker naar Amsterdam toe. Ga ik lekker op mijn scootertje, rijd ik erheen. En ik ben gewoon heel eerlijk, jat ik wat kleren. En dan zorg ik dat ik de volgende week weer de top tip-top uitziet. Nou, Valentino, pak heel even die camera. Doe een oproepje. Wat wil je bereiken? Ja, geen mening. Goedemiddag.
Mijn naam is Valentino. Zoals jullie nou net misschien gehoord of gezien hebben, het is voor mij hartstikke moeilijk om aan een woning te komen en of aan een woonwagen. Bent u iemand of een corporatie die bij zijn eigen denkt, nou, we gunnen het deze jongen. Alsjeblieft, contacteer me via de e-mail valentinobasili@hotmail.com. En ik sta binnen een uur sta ik voor je deur. Ben je nog een leuke rijke weduwe die ook nog zit te kijken? Zoals je ziet, ik ben vrijgezel, ik ben 30 jaar. Ik ben klein, maar we zijn wel soepel in de heupen. Ik kan heel goed voor je zorgen, schoonmaken en koken. En het enige wat je moet doen is een onderdak bieden en me een beetje onderhouden. Wil jij nog meer fantastische video's? Dan schijnt hier een button te zitten. En hier ook. Moet je even op klikken. En even gauw. En hier zit er ook nog één, denk ik. Zoiets. Dus doe dat even. Dankjewel.